Ze moet nu terugkomen. En... tadaa! Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Daar is Liene. Wat? Daar, ergens. Hi. Hier al. Het is Mar die aan het schoonmaken. Hi Mar. Hi. Ik ga vandaag springen op de plantage. En Pony? Ja. Yeah. Dan doe ik nog gaan zingen. Maar flamen. Ja, flamen. Flamen. Ik heb snoepjes bij me. Nee? Ja! Dus, ik voorbereid hem. Heb je er zin in? Ja, heb je er zin in? Oh, ga schrapen. Ga schrapen. Ja? Ga flamen. Flamen? Flamen? Lekker dekentje op. Lekker hè? Feline is weer helemaal voorbereid. Ze heeft al haar spullen nog in de trailer laten liggen. Hé Feline, we zijn weer lekker voorbereid hè? Ja, lekker poepen. Kom maar. Ga maar een beetje mee. Kom maar. Yay. Wat ze wat doet ze even voor haar. Wel een stukje naar voren nog. Oh ja, natuurlijk. Oh. Gaat het goed daar? Kort van. Moet je even een stukje naar voren? Kom. Hij is onze hooi al aan het opbreken. Tuurlijk, zou ik ook doen. Oeh, paard, ik wil je andere ding hebben. Oh. Ja, deze nog vast. Oh, dat is zo vlot. Oh, paard. Oh, oh, schoppel dit. Hoppa. Oh, oh, jee. Lukt hè? Gaat hartstikke goed. Die laten we lekker open, want hartstikke mooi weer zoals je kan zien. Oké. Okay. Are you ready? Hallo. Kom je? Ja. Mooi hoofd zo. Lekker al dat hooi haar. Oké, okay, let's haal spullen. Kijk, een mooie van Marley, even zie het. Ja. Nee! Ga je het eraf halen? Nee! Ja, maar ook bij de kiel. Verlien me daar. Dat is ook eigenlijk ziek lelijk. Maar kijk, ik heb dit hier zo vastgemaakt. Ja, maar dan. En zit aan de andere kant ook op precies hetzelfde dingetje vast. Oh, dat is even kloppen, hoor. Ja, dat moest van haar. Oh. Ja. Daar komt zus aan. Oh god, ik laat bijna die kogel vallen. Kijk, Marley heeft een heel leuk ding op zijn hoofdstel. Nee, kijk, hij zit er nog op. Hij zit er nog op. Ja, ja, nou is hij afgevallen. Hij zit er nog in. Ah, dit is echt een vet cute clip. Shot, ding. Ze laat wachten. Evelina, oh, kut, hij begint. Ja, doe maar. Met Bob Marley. Oké, okay, wij gaan dit doen. Vanaf een belletje gaat er wel een tijd in of vanaf de eerste hindernis? Ik denk vanaf een belletje. Nee, 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 vanaf de eerste hindernis. Ja, want was nu al aan het draaien. Ik hoop echt dat ze dit onderuit klimt. Mijn gelul. Ik denk dat er wel muziek aan past. Hoop ik. Rood en blauw, rood en blauw, rood en blauw, ja, ja. Okay. Ik kan niet eens normaal kijken, jongens. Zie je ook dat die rood en blauwe echt belachelijk ziek veel lager staat als dat eerste kruisje? Ja. Oh, we moeten even inzoomen. Niet lachen, dat schud ik. Oeh, ja.
naar mij op. Ho. Ja. Oké, nu nog één toch? Nee, nog twee. Huh? Ik ben de tuin kwijt. Ho, kut. Uitzoomen. Wat komt er naar ons? Inzoomen. Wat komt er naar ons? Weet ik niet. Oh, die daar. Ik heb niet opgelet. Nee, ik weet het. En nu moest daar ook de blauw nog een keer. Wat is er aangeslecht? Oké, nu wordt het blauw. Oké, dit is echt het helemaal van mijn best trouwens. Ik denk, nu voel ik het. Ja. Oh, kut. Ik moet ook nog filmen. Ja, we doen dit. Ik weet niet waar ze naartoe gaat. Oh, ik moet echt inzoomen. Oké, kom. Je moet harder. Je moet harder. Zat de kerstboom ervoor? Ik kom maar. Hou je wel de tijd in de gaten? Ik heb een knie meer getrapt. Kut. Zijn dat een broogje? Hoe weet je nou waar je stug moet? Nog 12 seconden. Hoe weet je dat? Waar staat dat? Ja, dat staat toch op dat ding, filmding? Maar ik zie niet even... Oh. Nee, want je bent later begonnen met filmen. Nou en? Ja, maar dan is het voor langer dan een minuut. Dus ik moet nu terugkomen. Ik zit er lang op je meteen. Ja. Feline is even de deken goed aan het doen. En kijk, daar is Edessa. Oh, peesbeschermers. Oh, kijk, geniaal. Marley blijft ook echt zo staan van oké. Okay. Ja, staat er ook van. Het is goed. We hebben ook weer gehad. Ik sta op zich best wel chill hier. Wat betekent als dat rode lampje kippert? Is hij dan leeg? Nee, wat? Zo. Feline heeft net gesprongen. En het ging echt best wel goed. Ja, het ging super goed. En hij was zo wendbaar, dus dat was echt top. Ja. Yay. Kijk, ze is daarachter. Oh, nou heb ik het nog niet daar gezien. Aan het uitstappen. Nee, hij moet op Feline focussen. Kom op. Daar is ze aan het uitstappen. Jee. Kan je niet inzoomen zo? Wacht, je kan inzoomen. Ja, je kan niet zoomen. Ja, het lukt. Ja. Nee. Het is niet oh, kant. Dus dat is een auto. Je moet gaat tegenaf gestapt. Oké, ga omhoog. Uitzoomen. Daar, eindelijk. Hoe ging het? Oh kut, ik zit nou op knopjes te drukken. Nee, ik heb het alweer aan. Ho. En hoe ging het, Feline? Super goed. Goed zo. Je zit nu ook al vet lang aan het inrijden. Ja, maar, hi Marley. Kijk, iedereen is in kerst nu. Kijk, daar is Suus. Ben je niet al heel lang aan het inrijden? Die heeft even de beschermers om van Marley. Kijk even, het schattige kerst. Film een sneeuwpop. Zoom in. Nou, inzoomen jongens. Sneeuwpop is zo leuk. Sneeuwman. Hoe heet het eigenlijk? Een sneeuwpop toch? Geen sneeuwman. Sneeuwpop. Wat is dan een sneeuwman? Ja, zo'n kwaadaardig ding volgens mij. Waarom zoomt hij niet verder in? Zo'n kwaadaardig ding. Wacht dat ze nog hier langskomt. Ho, ik zit echt helemaal te trillen. Dit gaat goed komen jongens. Ben je niet bang dat hij op die dekensingels gaat staan? Kijk, daar is de sneeuwpop van... ja, hoe heet je ook weer? Isabelle. Van de Isabelle. Die heeft hem gemaakt. En daar ook nog een kerstding. Nee, andere kant. Kerstboom. En daar staat Feline. Let's know. Ja, is hij uitgezoomd? Oké, mooi. Kijk jongens, het is nog even handig. Auto ervoor gezet. Hier spullen dumpen. Van een slaafje die alles inlaat en uitlaat. Daar is een groom voor. Toch? Ik wil wel betaald krijgen. Je wordt betaald in fame. Is dat goed? Nee. Kijk eens hoe netjes de kast is. Hier is gewoon alles opgetiest. Een beetje dit. En zadels. En dekjes. En je hebt nog wel laatst een kastding video opgenomen. Een kastding. Ja. Wat is een kastlinkje? Een kasttoer.
Ja, ook. What do you mean? Hoi allemaal. Het is onderhand 7:15 en de prijsuitreiking is net geweest. En... tadaa! Ik ben derde geworden. Met snoepjes. En een 25% korting bon van de paardenschuur. Ik heb geen idee waar het zit. Ja, waar het zit? Volgens mij ergens in Beekman of zo. Echt? Wacht, ik ga kijken. Dit is mijn protocolletje, zeg maar. Er staat gewoon dat je basisparcours gewoon foutloos was. En er staan hier allemaal punten opgeschreven met, van de hindernissen die je moest springen, zeg maar. Ik zal even uitleggen hoe het werkt. Je moest eerst dus een basisparcours springen. Gewoon... In Amerongen. In Amerongen, oké. Je moest dus eerst een basisparcours springen. Dus gewoon hindernis 1, 2, 3, 4 tot en met 8 of zoiets. Yeah. En die moest je dan foutloos doen. En ook als je niet foutloos moest, dan... mocht je gewoon het tweede rondje. En dat was dan punten springen. En elke hindernis had zeg maar een aantal punten. En je had bijvoorbeeld één okser in heel het parcours. En die was dan gelijk 80 punten. Dus je, als je, nou, die kon je bijvoorbeeld zoveel mogelijk springen. Alleen je mocht dus een hindernis maar van één kant twee keer springen. Dus in totaal mocht je hem eigenlijk maar 4 keer springen. Dus daar moest je wel mee opletten, zeg maar. En daar heb ik dus 520 punten mee gescoord. Maar omdat ik dus helemaal aan het einde van de bak was. En als het belletje dan gaat, moet je zo snel mogelijk weer naar het begin toe gaan. En daar heb ik dus 9 seconden over gedaan. Dus ik had 9 strafseconden. En dat eindigt dus op 511 punten. En daarmee zijn we derde geworden. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En best wel trots, want Marley deed het echt super goed. Hij deed het sowieso met springen heel goed. Daar doet hij sowieso de laatste tijd heel erg goed mee. En omdat Marley was vroeger nooit zo wendbaar. En ook als ik hem een beetje maar scheef op een hindernis afstuurde, ging hij er liever langs. Omdat hij eromheen ging, zeg maar. Maar nu was hij echt vet wendbaar. En hij ging allemaal rare bochten maken. En hij sprong het allemaal gewoon. Hij had wel één balkje ergens. Geen flauw idee wie zijn fout was. Volgens mij tilde hij gewoon zijn benen niet op. Maar het ging echt heel goed. Dus daar ben ik echt super trots op. En we zouden morgen eigenlijk oliebollen springen bij ons op stal hebben. Maar dat gaat niet door. Jij zou ook meedoen, toch? Ja. Ja, maar we hadden te weinig aanmeldingen. Dus nu hebben we gewoon springen. En dat is ook leuk. Ik heb ook een beetje last van mijn keel en een beetje hoesten af en toe. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Het was weer eens een springvideo. Maar ik ben natuurlijk heel lang niet meer weg geweest van Marley. Dit was eigenlijk de eerste keer dat ik weer weg ben geweest. En hij heeft hartstikke goed gedaan. Dus daar ben ik heel erg blij mee. En ik wil eigenlijk wel vaker gaan springen. Ook gewoon BB en 80. Weet je, dat zag ik vandaag. Dat is echt twee vingers in zijn neus voor hem. Dus ik wil eigenlijk weer 90. En dan straks richting de 1 meter gaan springen. Dus daar ben ik enthousiast over. En ik ga eerst even op stal afzetten. En dan ga ik naar huis toe. En dan morgen spikjes. Nou, slaap lekker rust voor iedereen. Dan kijken jullie dit dan vijf uur 's middags. Of ochtends. Of zo rust. En tot de volgende keer weer. Doei! Doei.